als u in contact komt met een zenuwblokkerend strijdmiddel, dan is de eerste reactie is de pupilvernauwing. Dat wordt ook wel myose genoemd. Ja, u ziet hier dus ook iemand in normaal oog met een grote pupil en daarna ziet u hem ook met een pupilvernauwing, een heel klein puntje. Ja, je kunt dat ook vergelijken bij het rechteroog. Dat zal ongeveer zijn als het een beetje gaat schemeren. Dan heeft u een grote pupil, want u wil veel licht proberen op te vangen. Terwijl als we tegen een hele felle zon in kijken, dan zal die heel klein worden. De eerste verschijnselen zijn dan ook, u krijgt een pupilvernauwing door de inwerking van dat zenuwblokkerende strijdmiddel. Krijgt u last van de loopneus, krijgt spiertrillingen, onderhuid en u krijgt last van spreekstekens. Als u druppel op uw huid krijgt, dan zult u ook op de plaats waar die druppels terechtkomen, zult u onderhuids spiertrillingen bemerken. En dat is alweer het eerste alarmsignaal. Dat betekent dat u al een besmetting heeft opgelopen en dat u tegenmaatregelen moet gaan nemen. Bij een zware vergiftiging, als u echt veel zenuwblokkerend strijdmiddel heeft binnengekregen, dan krijg je natuurlijk de benauwdheid van de ademhalingswegen. Waarom? Omdat die spieren, die worden niet meer aangestuurd. U krijgt last van hoofdpijn, u gaat transpireren. Uiteindelijk zult u gaan braken. U laat alles lopen. Spierkramp, dat is inderdaad wat je dan ook krijgt bij een aanval. Stuittrekkingen en uiteindelijk raakt u verlamd. En als laatste, ja, dan heeft u een ademstilstand en dan houdt het ermee op. Dan gaat het licht uit. Wat hebben wij nu aan specifieke middelen om ons te beschermen tegen die zenuwblokkerende strijdmiddelen? Nou, je ziet hier staan een auto-injector, pyridostigmine, RSDL, Reactive Skin Decontaminant Lotion. Nou, dat is eigenlijk een ontsmettingsmiddel. Die zorgt ervoor dat de besmetting ongedaan wordt gemaakt. Uiteraard hebben wij een beschermingsmasker en we hebben een beschermende kleding. En daarnaast hebben we nog een DESI detectiemiddel zenuwgassen in damp en aerosol voor, waarmee we in ieder geval kunnen aantonen of de stof aanwezig is. Nou, hier ziet u even een voorbeeld. De linkse foto ziet u dus de beschermende kleding, ons M2000 pak. Daarnaast ziet u de auto-injector. Waarom heet dat auto-injector? Daar zitten een aantal stoffen in die dus tegen die aanval van zenuwblokkerende strijdmiddel werkt. Dan ziet u staan een groen zakje met een sponsje erin. Dat is dan die RSDL, die lotion, waarmee u het middel kunt neutraliseren. Linksonder ziet u de strip met de pyridostigmine tabletten. En rechts ziet u dus een kleine detector waarmee we in ieder geval kunnen aantonen of de stof aanwezig is. De blaartrekkende strijdmiddelen zijn de meest vervelende: stikstofmosterdgas, lewisiet en fosgenoxime. Kwavelmosterdgas, de Duitsers, en dan praten we weer over die Fritz Haber. De stikstofmosterdgas, die is reukloos en soms kun je een klein puntje van visachtige lucht ruiken. Maar dat is dan ook het enige wat u kunt ruiken. Lewisiet ruikt echt naar geraniums en fosgenoxime is zeer onaangenaam. Hier kunnen we weer kijken hoe kunnen we dat op binnen krijgen. Goed huid en mond, dat zijn weer de invalspoorten. Wat doet dat middel? Schadiging en vernietiging van weefsels. De huid, de ogen, de blaarvormingen, longweefsel. Als u het inademt, dan gaat het dus een behoorlijke blaarvorming aan de binnenkant van uw longen produceren. Heel veel vocht in je longen en uiteindelijk verdrink je in je eigen vocht. Maar wat we
eigenlijk het grootste probleem is dat als u hiermee besmet raakt, dat u ook verandering van uw DNA kunt krijgen. Waardoor weer in latere looptijd, als u weer kinderen gaat maken, dan kan het zijn dat u gewoon afwijking in geboorte krijgt. Dat heeft alles te maken met de DNA verandering. En dat heeft men eigenlijk pas ontdekt na de aanval op Jalapa. Nou, je ziet dan ook de uitwerking verschijnselen. Ja, grote blaarvorming, longoedeem, wat het grootste probleem is. Waarbij je er ook nog bij moet weten dat de fosfeen oxym eigenlijk wel de ergste is, want die gaat ook gepaard met hevige pijn. Die andere is hetzelfde als dat u in zelf verbrandt of dat u in de brandnetels. Dat is irritant. Wat is de bescherming? Ja, uiteraard de beschermende kleding zoals wij die kennen. Het beschermende pak met daarbij het masker. En specifiek, heeft u dat spul dan op uw blote huid gekregen, dan kunt u dus die lotion gebruiken om het middel weer te neutraliseren. Nou, dan hebben we nog een groepering. Dat is de verstikkende strijdmiddelen. Die ook veel voorkomen in de industrie. Fosgeen en difosgeen. Dat ruikt een beetje hooiachtig. En dat, dat prikt een beetje in de neus. Verstikkende strijdmiddelen. De naam zegt het al. Als u deze inademt, dan kunt u niet meer normaal ademen. En dan zult u dus door verstikking van het leven komen. Je wil ademhalen, alleen de voeten. Deze zijn met name verstikking, omdat ze dus de luchtwegen tussen de aard gaan vasten. En dat is dus gewoon niet meer in staat is om zuurstof uit te wisselen. En je krijgt gewoon de zuurstof door. Nou, hoe kan het weer binnenkomen? Uiteraard weer iets minder, omdat deze niet zo snel door de huid zal worden opgenomen. Omdat dit alleen in dampvorm, in gasvorm voorkomt. En dus ook niet direct de huid wordt opgenomen. U heeft hier al voldoende aan een luchtwegbescherming. U krijgt dus de beschadiging van longweefsel en van de slijmvliezen. En dus krijgt u een zuurstoftekort. En kunt u uiteindelijk in shock geraken. En de bescherming is dan ook alleen maar het masker. Dan hebben we nog een andere groepering in de letale strijdmiddelen. En dat noemen we de celvergiftigende strijdmiddelen. Die wij kennen onder de naam blauwzuur en chlorcyaan. En die een beetje naar amandelen ruiken. Amandelsmaak. Celvergiftigende, dat wil zeggen, de energieproductie in de cellen wordt dus door die stof uitgeschakeld. Uitwerkverschijnsel, u krijgt irritatie aan uw slijmvliezen en uiteindelijk zult u aan adem- of hartstilstand omkomen. Scherming, ook deze is alleen een gasmasker. En bent u er op tijd bij, dan kunt u eventueel met de ademingsapparatuur, dan moeten we aan een zuurstofkoffer denken en een ambu-ballon, kunt u dan de patiënt nog gaan helpen.